Academisch jaar 2018-2019 is net geopend met een ceremonie in de Domkerk. Thema dit jaar is About Balance and Wellbeing. De reden voor dit thema is dat de werkdruk steeds maar toeneemt. Het aantal studenten groeit, de competitie tussen wetenschappers groeit. En tegelijkertijd is er steeds minder geld vanuit de overheid voor hoger onderwijs. Dat geeft problemen. En hoe lossen mensen dat op, die werkdruk? We gaan het straks vragen op de receptie. Anton, je had net een indringende speech in de Domkerk. Dankjewel. Kan je voor de mensen die er niet bij waren de kern weergeven? Dat wij, met betrekking tot werkdruk, werkstress, zowel voor studenten als medewerkers, dat op moeten pakken als een echt en serieus probleem. Dat zijn problemen die we op verschillende manieren moeten aanpakken. Het is een maatschappelijk probleem, dat is wat Tanja van der Lippen prachtig zei. Maar wij moeten dan zelf ook aan de beurt. Nou, als het dan gaat om de universiteit, dan hebben we iets met het onderwijs, ministerie van Onderwijs en de overheid te doen. Zij moeten ons echt helpen, daar moet echt meer geld in. Want we hebben heel veel studenten en daar niet de bekostiging voor gekregen de laatste jaren. En voor onderzoek moeten wij gewoon meer geld voor fundamenteel onderzoek hebben. Want het is alleen maar competitie. Mensen zijn heel erg gefrustreerd, slagingspercentage van 10-15%. En we moeten echt proberen het schip het wal te keren, want anders dan gaan we alleen maar door met meer, competitie. En ik ben ook heel ambitieus, maar je moet een keer durven kiezen en zeggen, nu ophouden en anders doen. Het is een behoorlijk complex probleem. Ja. Zoals je zegt, er zitten heel veel aspecten aan. Heb je er toch vertrouwen in? Kan je jonge mensen toch geruststellen dat het goed komt? Als college zitten we echt goed op één lijn, dus we zeggen ook, hier moeten we mee aan de slag en door. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we meters zullen maken. Ik denk dat in 2025 het er echt anders uitziet. Een rood vierkantje. Betekent dat je zelf veel werkdruk ervaart? Ik ervaar zeker veel werkdruk. Maar daar ben ik altijd ambivalent over. Want ik ben ook gewoon een workaholic. Die heel graag mijn uiterste inspanningen wil doen voor mijn vakgebied. Voor het goede doel. Aan de andere kant, die balans die is ver te zoeken. En ik wil aan de ene kant een rolmodel zijn met ambitie en niet alleen maar zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt. En dat betekent vaak hard werken. Maar tegelijkertijd vind ik dat jonge mensen minder hard moeten hoeven werken als ik de afgelopen 30 jaar heb gedaan. Collega draagt geen rood vierkantje. Betekent dat er geen werkstress is? Dat ik geen rood vierkantje draag, betekent dat ik vind dat ik in mijn toga neutraliteit moet uitstralen. Daar heb ik de afgelopen 2 dagen goed over nagedacht. Ga ik het wel of ga ik het niet dragen? Ik sta helemaal achter het beleid en achter de gedachte van het rode vierkantje. Maar een toga is uiteindelijk bedoeld om neutraliteit en zonder last uit te stralen. En dat wil ik graag handhaven. Ik probeer heel erg de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd op elkaar af te stemmen. En daar ben ik heel bewust mee bezig. En is dat een natuurtalent of heb je er hard voor moeten werken om dat goed in balans te houden? Dat is vast geen natuurtalent. Dat is vooral heel veel vallen en opstaan, denk ik. Als je dit nou zo allemaal achter elkaar hoort, die speeches net in de Domkerk over die werkdruk, is echt wel een serieus probleem. Schrik je daarvan? Ja, het is een groot probleem. En daar schrik ik ook van. En het is ook heel duidelijk dat het probleem dusdanig groot is dat we er echt wat aan moeten gaan doen. We kunnen niet hebben... Kijk, wat we natuurlijk heel erg zien is dat mensen vanwege het enorme enthousiasme dat ze hebben voor onderwijs en onderzoek, dat ze als het ware automatisch zichzelf voorbij lopen als je niet uitkijkt. En we moeten ook als leidinggevende ervoor zorgen dat mensen tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Dus daar hebben wij een hele belangrijke rol te vervullen. En wat doe jij persoonlijk om een beetje werk-privé-balans te houden? Als ik niet gewoon een romans lees of de Texas of naar muziek luister, dan weet ik dat ik binnen een paar maanden tijd dat ik helemaal verschraal. En dan vind ik deze baan ook niet meer leuk. Dus dat moet ik blijven doen. Werk is overal. En dat is leuk, het is geweldig, het is hartstikke leuk werk. Maar soms dan kan het ook gewoon te veel zijn. Hoe bewaak jij je eigen balans? Ik probeer mijn taken zo te doen dat ze op tijden zijn dat het mij goed uitkomt. Dus flexibiliteit te creëren. En ik moet wel zeggen, als je hoogleraar bent, is dat soms makkelijker dan medewerkers. Dus ook aandacht te hebben voor dat medewerkers dat wel eens anders kunnen ervaren.
Tanja, je had een indringende speech net in de Domkerk. Kan je heel kort vertellen voor de mensen die er niet bij waren waar het over ging? Ja, het gaat over werkdruk. En we zien dat vaak als een individueel probleem. Maar ik heb laten zien in die lezing dat we daar over een institutioneel, een maatschappelijk probleem hebben. En dat maakt ook dat we, als we naar oplossingen kijken, op een hele andere manier moeten gaan kijken. Dat we elkaar niet moeten aanspreken van het komt door hoe je werkt of hoe je dit doet of hoe dat doet. Maar dat we moeten gaan nadenken over hoe instituties gaan veranderen.